Nu komt het volgende. Ik hoop dat ik duidelijk gemaakt heb dat de Sapir-Whorf-hypothese dus betekent de vraag naar de relatie tussen taal en ja, wereldbeeld van de mensen die erbij horen. En dat we problemen hebben bij, dat, misschien moet ik dat nog even samenvatten. Wat bedoel je dan in taal? Wat bedoel je met wereldbeeld precies? En wat bedoel je met de relatie? Want de relatie tussen taal en wereldbeeld heeft drie vage termen. Nu zijn er mensen, dit voorbeeld komt uit Engeland, waarin gezegd wordt, ja zie je wel, die mensen zijn dus gewoon tegen die allochtonen in het United Kingdom. Engeland wordt overstroomd door een golf aan illegale immigranten, zei daar een rechtse partij. Die zo wanhopig op zoek zijn naar een baan, dat ze voor een schijntje slavenwerk verrichten in bars, hotels en keukens. Met andere woorden, grenzen dicht. Toen zei een ander, ja, maar kun je dat nou uit de taal afleiden? Ik weet niet of je het daarmee eens zijn, maar dat was een analist die zei, ja hoor eens even, je zou dit ook positief kunnen duiden. Die werken voor een habbekrats. Die nemen dus met heel weinig geld genoegen. En let wel, vroeger waren ze allemaal echt slaaf. Dus die mensen hebben ook een heel zwart verleden, om het maar eens even met een woordspeling op hun huidskleur weer te geven. Dus dat deze persoon dat zegt voor een schijntje slaafwerk verricht, dat kun je voor hetzelfde geld positief duiden. Dus je kunt uit de taal niet afleiden hoe deze persoon staat in de werkelijkheid. Toch zullen de meeste mensen zeggen, ja, als je dit zegt, dan is er wel iets aan de hand met je houding ten opzichte van de werkelijkheid, in dit geval immigranten. Ik neem er nog even eentje met een wat ondoorzichtiger structuur. Als er staat in de krantenbericht, de politie arresteerde tientallen activisten, dan is duidelijk dat de politie de actor is. Als je die actor weglaat, tientallen activisten werden gearresteerd. Herinneren we ons nog het eerste college over de leidende vorm? Weet we het nog? Dan laat je dus de actor weg en dan zet je dus het licht zet je op die activisten. Met andere woorden, de rol van de politie, gesteld dat die negatief is, laat je buiten beeld. Dus je zou het kunnen afleiden, ja, die mensen zijn gewoon voor de politie, maar die zeggen niks over de politie. En het wordt nog erger als je zegt, er vonden tientallen arrestaties plaats. Dus dan heb je het niet over de politie, heb je het alleen maar over arrestaties. Weten we hoe deze stijl heet? Er vonden tientallen arrestaties plaats. Dat arresteren wordt weergegeven in een naamwoord. Dat heet de nominale stijl. Een nominalisatie. En die wordt vaak gebruikt om te verdoezelen wie het gedaan heeft. En als je dat wilt verdoezelen, ja, dan ben je misschien wel voor die partij. Kunnen we daar iets bij voorstellen? Nou, nu zijn er mensen geweest die gezegd hebben, ja, hoe werken die tactieken nou? En misschien kan ik daar iets van weergeven, dat je, als je nu de krant leest, dat je dan ook ziet hoe mensen in taal gediscrimineerd kunnen worden. Want het voorbeeld van vergisser aan het begin, of allochtoon, het scharnierpunt is, wij willen de samenleving beter maken. Dus wij kunnen wel hoonlachend doen over zitvlak en voet van de berg en het vergissershuis een volstrekt ongepast voorstel vinden. Maar als we maar vasthouden dat mensen die deze analyses verrichten, dat die een hoger doel hebben, namelijk een betere samenleving. Dat moeten we wel voor ogen houden, anders dan kun je dat weghoonlachen. Nou, wat zeggen die analisten? Die zeggen, bij discriminatie zijn er altijd vier strategieën. Als ik iemand wil discrimineren, dan zorg ik ervoor dat hij negatief in beeld komt. Ik zal ze straks allemaal voordoen. Ik zorg ook dat de luisteraar wat bang wordt. Want die tsunami aan vluchtelingen, denk ik, oeh ja, grote storm, alles overstroomt. Nou, dat maakt mensen bang natuurlijk. Ik zorg er ook voor dat slachtoffers, dat je die ook werkelijk de schuld geeft en niet dat anderen dat gedaan hebben, dat slachtoffers zelf de schuld zijn. Denk maar aan verhoren bij verkrachtingsscènes. Hè, dan werd zo'n meisje in een hoek geduwd. Ja, maar ze was ook zo gekleed dat. En dat is de meest fnuikende discriminerende opmerking die je kunt maken.
in zo'n setting. Dat is het slachtoffer zeggen, ja, lokt het ook zelf uit. Dat is het ergste wat je ongeveer kunt doen. En je kunt ook de legitimiteit van de ander in twijfel trekken met het lelijke woord delegitimatie.